komt. Daarmee kan je allemaal prachtige beroepen die waar bovenmodaal verdienen, kan je uitoefenen. Maar toch kiezen de meeste mensen, hier ervoor om dan leraar te worden. Een beroep dat minder verdient. Waarom? Omdat ze simpelweg de kwaliteiten niet in huis hebben om een echte beroep te kiezen. Dat de waarde die je hebt voor de samenleving en de waarde die je beroep heeft, uitgedrukt wordt in geld. Als docent heb je een kans om van waarde te zijn voor een hele hoop jonge mensen in het leven. Dat is, denk ik, het meest waardevolle beroep dat er bestaat. En dat betekent dat docenten juist ongelooflijk geslaagd zijn in hun beroepskeuze in plaats van mislukt in hun professionele carrière. Meneer Schuurmans, laten we dan inderdaad even niet over geld hebben. Laten we dat geld buiten beschouwing houden. Maar laten we hier even over nadenken. Al deze docenten hier hebben een universitair of hbo-studie. Daar hebben zij ontzettend veel geleerd. Echt, op de middelbare school is de kennis die zij moeten vertellen aan ons heel erg beperkt. Ze hebben een enorme hoeveelheid kennis geleerd op de universiteit, maar dat kunnen zij niet tentoonspreiden. Zij blijven maar heel erg beperkt. Conclusie, ze zijn dus gefaald in een maatschappelijke carrière. Meneer Spee. Meneer Spee. Zoals jullie weten, heb ik in mijn leven een aantal natuurvolkeren bezocht. Die natuurvolken die leeft op een beetje primitieve manier. Die leefden nog eigenlijk zoals in de oertijd. Bij die natuurvolken was het zo dat het een natuurlijk levensproces was dat oudere mensen leraar werden. Oudere mensen, als je wat ouder was, als je wat meer wijsheid kreeg, wat meer kennis kreeg, werd je leraar en dan ging je dus je leerling opleiden. Oké, dan leer je opleiden.